Hi, ah, het is Tim hier en welkom bij de Tim Veninga Show. Je ziet nu misschien wel dat ik in mijn eentje zit en dat het een wat andere setting is dan normaal. En in deze video wil ik je eigenlijk kort uitleggen um, wat er gaat veranderen, um, waarom Sander er nu niet meer is en hoe we vanaf nu af aan verder gaan uh, met de Tim Veninga Show. Nou, om te beginnen, uh, Sander die werkt nog steeds bij ons en die ...gaat ook zeker niet weg, uh, hoe graag ik het ook zou willen. Um, maar ik heb besloten om een aantal dingen te veranderen. We zijn vorig jaar op 15 maart 2015... ...zijn we begonnen met het idee van de Tim Veninga Show. En het hele idee van de Tim Veninga Show was een soort van... Um, ...nonchalantere manier vinden om um, video's te doen... ...en om mensen les te geven. En omdat op, op een soort van met twee camera's... ...en een informeel gesprek een beetje voetbal-international-achtige vibe of zo, van die niet al te serieus is te praten over vrouwenvisieren. En dat hebben we nu, denk ik, een jaar geprobeerd. En als ik heel eerlijk ben, dan heb ik daarin gefaald. Ik heb dat niet goed gedaan en um, dat was achteraf was het geen goed idee. En... Ik zal je uitleggen straks ook op welke manieren ik vind dat ik heb gefaald en um, waarin eigenlijk af en toe de plank, denk ik, totaal hebben misgeslagen met het Tim Veninga show En daarnaast um, wil ik het met je hebben over wat mijn ideeën zijn om te gaan veranderen en om het beter te gaan maken in de toekomst en om te voorkomen um, dat het weer gebeurt. En ik heb ook even een aantal um, notities voor mezelf neergezet. Um, dat ik een beetje, een beetje bij de draad blijf, want dat is ook altijd nog wel een probleem. Dat ik niet al te lang draadig word, niet alle kanten opsla. En um, ja, ik wil je in eerste instantie uitleggen van op welke drie punten ik vind dat ik gefaald heb. Eerste punt um, waarin ik gefaald heb, en dat is eigenlijk gebeurd um, zonder dat ik het zelf door had of zonder dat het echt opzettelijk was. Maar um, ik ben op een gegeven moment opgehouden met um, met, met lol hebben en dingen leuk vinden. Ik keek twee dagen terug of zo. Keek ik nog een keer um, op mijn computer en toevallig voor de grap keken we naar, naar een oude video van mij, echt jaren terug. Weet je nog? kort geschoren kop. En <laughs> het, in die video loop ik midden in de nacht over de straat. Yo, ik heb een zonnebril op en um, ik weet het nog, mijn kleine broertje ...die houdt de camera vast. Die, die richt een iPhone met zo'n. Een fel lampje op mijn hoofd en we lopen over de straat... waar ik video's ging. Um, en als ik mezelf in die video's zag, is ondanks het feit dat het misschien technisch niet zo goed is en dat we toen niet die duizenden euro's aan cameraapparatuur hadden die we nu hebben, um, was er iets aan, aan, die, aan die video's um, wat heel oprecht was. En het was heel echt. En ik had het heel erg naar mijn zin en ik vond het leuk. En ik. Ik voelde ook dat ik met iets goeds bezig was. En dat, dat, dat ik mensen echt vooruit hielp. En ik, ik had een doel. Ik had een visie van wat ik wilde bereiken. En dat, um, dat werkte. En heel eerlijk gezegd... Uh, ja, denk, denk ik dat ik afgelopen um, twee jaar... Een beetje die passie een klein beetje ben kwijtgeraakt. En in, in het specifiek... Uh, Denk ik, het afgelopen jaar. Het zijn eigenlijk twee dingen die. Uh, die gebeurd zijn waardoor dat ontstaan is. En. het eerste, en dat is op zich wel. Um, wel gek. Want ik, ik had dat altijd al. maar om een of andere reden werd het erger. En dat is. Um, mijn volstrekte. volging. en afkeur. van. de, de datingindustrie. Van mijn volstrekte afkeur van, van datingcoaches als fenomeen. En um, heel gek, maar nou, een jaar geleden kwam er een soort van kwam, kwam er een documentaire uit met over zeg maar, over een, een andere groep datingcoaches en het was, het was beschamend, het was Het was gewoon triest. Um, en um, die datingcoaches die zetten, zetten zichzelf en, en, en mijn vak en Iets waar ik eigenlijk mijn hele volwassen leven uh, keihard voor gewerkt heb. Waar ik um, 60, 70 uur voor gewerkt heb. Um, weet je, ze, ze zetten dat vak um, als een stel, een stel beunhazen weg waar, ja, waar, waar ik woest van word. Het, het is, uh, ik vind het heel erg. En ik vind de meeste dating coaches vind ik heel erg uh, ontzettende kneuzen. Ja, en dat gebeurde. En toen gebeurden er nog een aantal dingen. En um, toen... Ik, ik, ik weet het nog goed. Ik denk dat het samen rond een uur of twaalf was of zo. Dat ik um, achter mijn computer een filmpje doorgestuurd kreeg van, van een of andere datingcoach. En weet je, het is niet per se om op, de, op deze man te haten of zo. Weet je, van dat ik dat hem er specifiek uit wil pakken of zo. Maar um, en ik wil daarmee ook niet zeggen dat het een slecht mens is of zo. Of dat het een slecht persoon is. Maar deze datingcoach die ging naar een of andere PNN evenement En die ging met een presentator een soort van een, een wedstrijdje aan om nummers te scoren. En ik zag dat. En het was gênant. Het was, het was triest. De manier waarop hij zich gedroeg tegen vrouwen. De, de, de manier waarop hij zich gedroeg voor de camera. Hoe hij gewoon daar staat. En, en zeg maar, alles waar ik als mens voor sta... Um, zeg maar als als datingcoach, ik, ik, ik ben daar heel trots op en ik ik, uh, ik wil veel mannen helpen en ik wil het op een goede... en ik wil het op een profession professionele manier doen en die man die zet mijn beroep daar gewoon echt echt, echt voor lul en uh, ik, ik, ik belde Sander op en uh, ik zei tegen hem van ja, van oh mijn god weet je van dit is wie ik ben um, dat is natuurlijk raar. Um, maar als ik zeg ik ben een datingcoach, um, dan, dan is dat wie ik ben. Dat, dat is waar ik onderdeel van uitmaak. Um, dat is wat mensen zien dat ik ben. Ik denk, weet je, oh mijn god, ik wil het ik wil helemaal niet. Ik wil hier niet, um, niet bij horen. En uh, ik merkte dat ik daar heel erg gefrustreerd raakte in. Mijn rol als datingcoach en wat ik dan wel wilde doen en wat ik dan niet wilde doen. En um, ik, 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 kreeg er wat ik kreeg wat moeite met, um, oké, okay, ik moet deze bepaalde gast zijn. En ik, 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 ik moet hierbij horen. Het tweede ding is eigenlijk iets anders. En dat is dat ik uh, in de afgelopen uh, um, jaren um, is versiercoach um, enorm gegroeid en... Um, dat heeft heel veel dingen met zich meegebracht die ik in eerste instantie niet aan zag komen. Van, ik ben begonnen als leraar, weet je. Dat was... We waren... Als we echt mijn allereerste filmpjes pakken, dan zit ik met, met een halve liter al die blik bier op de bank en um, draai ik daar een checkje. En het, pff, het is... Het, het is heel maf, zeg maar. Het begon allemaal als, als leuk. En met als doel om gasten te helpen. Met als doel om... Om, om iets positiefs neer te zetten. En om, om ervoor te zorgen dat uh, gasten beter worden um, met vrouwen. En ik had het daar ontzettend um, in, naar mijn zin. En ik zeg niet dat ik het nu niet naar mijn zin heb of zo hoor. Zo heftig is het ook niet. Maar zeg maar, ik, ik, het, was allemaal, het was allemaal heel vrijblijvend. En het was, het was lol trappen. En, en, en ja, eigenlijk de afgelopen jaren zijn we um, enorm gegroeid. En. Uh, zeker het afgelopen jaar is voor, is voor ons heel extreem geweest. En dat is iets wat, wat je misschien heel lastig kan, um, kan omschrijven: van wat er dan precies gebeurt. Maar plotseling in één keer um, kreeg ik heel veel geld. Ineens gingen, gingen we, gingen we enorme hoeveelheden geld verdienen. Tegelijkertijd um, het verschil tussen of je, wij spreken, 100 klanten hebt of 1000 klanten hebt. Qua operatie is gigantisch. Van, van hoe zorg je dat je al die mensen, dat je iedereen goed kan helpen en dat je iedereen goed kan bedienen. En dat verschil was heel groot. En ik kreeg daarnaast kreeg ik personeel. En er kwamen allerlei mensen voor mij werken en dat is raar. Want, weet je, ik, ik, nogmaals, ik heb mezelf altijd gezien als leraar. Van, dat, is, dat is mijn taak. Ik, ik geef mensen les, ik heb misschien een raar vak, maar ik, ik ben gewoon een leraar. En. Um, en eens moest ik een soort van ondernemer worden of zo, of een, of een directeur. En ik, moest, ik, had te maken met, ik had te maken met arbeidscontracten. Ik had te maken met uh, personeelsleden die, die tevreden gehouden moesten worden. Of die, die um, bij, ons, um, bij ons kwamen werken en vervolgens, um, um, vervolgens informatie doorsturen naar een concurrent. Of weet je, gewoon. Allerlei rare dingen waar, waar, waar ik mee te maken had, waar ik helemaal niet mee te maken wilde hebben. Want ik was gewoon, ik, je, ik ben een leraar, ik ben een gast die graag zijn biertje drinkt, die graag uitgaat, die gasten um, helpt met vrouwen die het geweldig vinden om over vrouwen te praten, te lezen, te schrijven. Dat, dat vind ik allemaal fantastisch en dat vind ik leuk om te doen. Maar ineens kreeg ik allerlei verantwoordelijkheden erbij. Um, en allemaal verantwoordelijkheden waar ik niks van snap. Want dat is, ik ben de meest ongeorganiseerde persoon op de planeet. Dus als ik shit moet gaan managen, dat is echt niet goed. En ik merkte dat um, al die dingen heel veel, uh, heel veel druk op mij gingen leggen. Als in van hé, hey, ik heb nu eens heel veel verantwoording. En ik kan niet meer vrij uit zomaar wat gaan zeggen wat ik wil. En ik kan niet midden in de nacht om vier uur met een zonnebril op, uh, half dronken, een filmpje schieten omdat uh, de volgende dag. Uh, daar, daar commentaar over krijg ik, ik moet verantwoordelijk en volwassen zijn en kijk ja, dat ging gewoon niet goed van en ik raakte steeds meer uh, um, er waren steeds meer mensen die zich ermee bemoeien weet je een, een marketing dude die zich hiermee bemoeit en um, nou, er zijn nog meer andere mensen in mijn bedrijf die me vertelden zeg maar hoe ik me dan moest gedragen en het, het leuke daaraan is iedereen heeft ideeën Iedereen heeft ideeën voor een manier waar we, waarop we naartoe moeten gaan met Vesico's en voor wat belangrijk is in de toekomst. Maar ik ben degene die het allemaal moet doen. Dus um, zij bedenkt... dat wordt dan, dan bedacht: van ja, nou moet er hier en hier een filmpje over gemaakt worden, moet ik voor de camera staan en dat filmpje gaan maken. En uh, ik, 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 ik. Ik irriteerde me daarna en ik, het frustreerde mij. Want, um, ik, maar ik. ...langzaam liet ik me er steeds meer door leiden. Ik liet me steeds meer leiden door... ...door, door video's te maken over onderwerpen waarvan... Um, ...we dachten dat mensen ze wilden horen... ...in plaats van dat ik onderwerpen nam uh, die ik belangrijk vond... ...of die ik leuk vond of die ik interessant vond. Weet je van, ik... Uh, ...ik vermeed heel erg de onderwerpen die wat vergevorderd waren... Alles, ...en ik ja, begon me steeds meer te gedragen naar... ...wat er van me verwacht wordt. En, um, ja, uit die frustratie groeide iets um, wat, wat niet goed was. Um, dat, is ook dat, dat is het tweede punt waarop ik vind dat ik um, oprecht gefaald heb met het Infinica Show... en waar ik ook mijn verantwoording voor moet nemen. En Het tweede punt is, door die frustratie... Um, vertroebelde ik mijn boodschap als leraar. Ik vind mijn taak als leraar is om... Uh, informatie over te brengen op andere mensen op een manier die goed bij hun aankomt en die boodschap op een bepaalde manier vorm te geven. En je wil die boodschap op zo'n manier vormgeven... dat het zo makkelijk mogelijk is voor mensen om um, om ervan te leren. En um, uit mijn frustratie ging ik bepaalde dingen doen waarvan ik achteraf dacht van ja is dat goed? Ik, bijvoorbeeld één typisch ding, zou je een voorbeeld geven? in, in die podcast um, had ik eigenlijk de neiging om, om flauwe opmerkingen, sneren, um, nare grappen naar Sander te maken, um, aan een stuk door. En <kuggen> eigenlijk is het, het is heel maf, maar als ik erover nadenk, is van: Weet je, dat is puur mijn frustratie met hoe dingen gaan. Met het feit dat ik daar zit, dat ik een filmpje moet maken, over een onderwerp waar ik geen filmpje over wil maken, en ik moet daar iets mee en ik, ik ga dat naar Sander doen. Tegelijkertijd, als ik erover nadenk, dan denk ik: van oké, okay, we hebben met FCCoach een kleine maar wel trouwe groep volgers. En het is, het is niet eens heel groot of zo, maar stel van zeg maar, via verschillende bedrijven, via YouTube, boeken en websites en zo, bereik ik, bereik ik misschien een 300, 400.000 mensen per maand of zo. Het is niet. Weet je, het is, het is, het is geen schokkend grote groep of zo. Maar um, het feit dat ik mij zo gedraag, um, zegt iets, zeg maar. Want dat, ik denk dat ik ook... Um, ik weet niet of het een goed idee is om mij te gaan gedragen als een perskop. Of dat het signaal is dat ik wil geven als, als, of, of dat cool zou zijn of zo. Of dat geaccepteerd zou zijn. En dat was het. Ik was gewoon een ordinaire perskop. Ik gedroeg me als een lul naar Sander. En... Um, als alleen al van die, van, die, van die kleine groep volgers er een, aantal, een paar kleine mensen zijn die dat serieus nemen en waarna ik het signaal geef dat pesten goed is, dan gaat het niet goed. Daarnaast grove opmerkingen maken. En dit is eigenlijk wel. Eigenlijk in de laatste podcast maakte ik een opmerking over onze schoonmaakster en hoe zij door de alwas te doen haar. Taak als vrouw vervulde. En. dat is een slechte grap. Gewoon. Het is gewoon slecht. Dit is niet eens zeg maar van. Het is niet eens echt grappig. Het is niet, niet honden gevonden. Het, het, is niet, het is niet. Het is geen intelligente grap. Het, het toont geen vernuft. Het is, het is gewoon. Ik ben gewoon grof om. om, om weet je, ik, 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 ik neem een goedkope grap. Een goedkope seksistische grap om iets te doen. Uh, dan krijg ik weer hetzelfde van, is dat een signaal wat ik af wil geven? Is dat wat ik cool vind? En um, vind, ik, vind ik daadwerkelijk, um, denk ik daadwerkelijk over vrouwen dat ze alleen maar af moeten wassen of wat dan ook. En uh, dat is niet zo. En ik, ik weet niet waarom ik me dan zo gedraag. Um, uh, kijk, weet je, dat, als ik dat soort opmerkingen maak weet je, ik vind dat je een seksistische geld mag kunnen maken. Ik vind dat je racistische geld mag kunnen maken. En ik weet dat heel veel mensen er niet mee me eens zijn, maar ik vind dat dat moet kunnen. Tegelijkertijd besef ik me dat ik dat, dat ik een bepaald beroep gekozen heb waarbij het gegarandeerd is dat mensen op je gaan haten. Dat is, weet je, je krijgt gegarandeerd haters. Maar ik heb het idee dat door dit gedrag eigenlijk door een soort van die podcasts waren een soort van ongemakkelijke situatie op het laatst. Van, um, de gesprekken waren heel awkward en ongemakkelijk en het zag er niet uit. en worden er nog rotopmerkingen gemaakt, tussendoor ook. Oh, um, en ondanks dat ik besef dat ik haters heb, denk ik dat ik mijn haters het wel heel erg makkelijk gemaakt heb door um, mij zo te gaan gedragen. En het derde punt waarop ik gefaald heb is dat ik in de Tim Fening show um, iets deed wat heel eendimensionaal was of zo. Van, ik, ik gaf niet het hele plaatje soms. En daarmee bedoel ik niet, zeg maar, niet inhoudelijk. Dan heb ik niet over de, de informatie die ik gaf, want dat, dat is goed. Um, al deze punten waarop ik faal zijn, is faal op vorm. Faal, niet zozeer faal op van oké, okay, wat is de, de inhoud van, van waar ik les in geef? Daar sta ik 100% achter. Maar... Um, de vorm waarin dat gedaan wordt. Weet je, van... ik, ik vertroebelde mijn boodschap heel erg... Um, met al, met al die, die grove opmerkingen... en dat, dat stoere gedoe. En uh, ik weet niet of dat goed is. Bijvoorbeeld, uh, één ding waar, um, waar, 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 waarvan ik denk van... oké, okay, dat is echt zonde... is dat ik uh, in al die tijd... In, in de afgelopen twee jaar of in... Interviews of in podcasts. of, of, of dat soort dingen. Um, maar heel zelden toegeef. Uh, dat ik iets niet weet. Ik zeg bijna nooit: ik weet het niet. Als. Um, weet je, als er een onderwerp is of een vraag. waar ik niks van weet. of waar ik geen verstand van heb. Um, dan, dan praat ik er niet over. Dan vermijden we het onderwerp. dan, dan, dan gaat die podcast daar niet over. Um, en, en daardoor creëer ik een soort van. Een beeld waarin het zou zijn alsof ik alles zou weten zo, of alsof ik perfect zou zijn. Uh, dus, ja, ik, 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 het was alsof ik een soort beeld had van hoe ik eruit zou, zou moeten zien, zeg maar, hoe, hoe, zeg maar, het concept, want dat, dat werd het op een gegeven moment. Op een gegeven moment werd Tim Veninga, werd een soort van een, een resultaat van allerlei mensen met meningen, die me vertelden wat ik dan maar moest gaan doen, en dan... Aan de hand van dat, dat marketingconcept, image, idee of zo, uh, ontstond er een Tim Veninga. Maar die Tim Veninga is niet uh, daadwerkelijk de hele genuanceerde Tim Veninga. Kijk, um, tuurlijk zeg maar, van, het, is, het is als ik bijvoorbeeld een verhaal vertel over hoe ik een lul ben tegen een vrouw. Wat ik dan naliet was om daarna ook een verhaal te vertellen over hoe ik heel lief was tegenover een vrouw. Want beide situaties gebeuren en beide situaties zijn daar. En het, het werd daardoor, het werd heel lelijk, het werd, het, het, het werd allemaal, het werd, ik werd een soort van karikatuur van, van mezelf, waarin bepaalde modellen uitvergroot werden en um, puur omdat ik dan dacht dat van mij verwacht wordt dat ik um, ook niet vertelde wat de lieve dingen zijn die ik doe, of wat de goede dingen zijn die ik doe, of mijn zwakke punten, of uh, dingen waar ik geen verstand van heb. Um, al die dingen gingen weg en in ruil daarvoor werd er een soort van uh, super tim neergezet waar, waar ik zelf niet zo heel, meer, heel veel meer mee kon. Dus um, ja, dat zijn voor mij dat zijn de drie belangrijkste punten waar, waarop ik heb gefaald. En, uh, aan de hand daarvan uh, heb ik besloten om nu, nou, nou, ik denk zo'n zo 60 afleveringen, om te zeggen oké, okay, vanaf nu af aan ga ik het overnemen en ga ik dingen anders doen. En het belangrijkste ding wat ik anders wil gaan doen... is dat ik... Uh, maar weer meer wil gaan focussen... op mijn taak als leraar. En in de Tim Veninga-shows... dat de hoofdprioriteit maken. En, maar voornamelijk... focussen op... de dingen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Die ervoor zorgen... dat je beter wordt met vrouwen. Dat je meer voor elkaar krijgt. Dat je meer dingen in het leven eigenlijk voor elkaar krijgt. En... Die dingen eigenlijk vooruit schuiven. En um, tegelijkertijd um, ophouden met die vorm. En dus bijvoorbeeld nu, er dus staat één camera voorheen. Staan er twee camera -mannen staan twee cameramannen staan. Staan een uur lang of zo staan camera's klaar te zetten. En niks is spontaan meer en alles. En ik wil dat, dat nu eigenlijk er helemaal uithalen en gewoon puur even focussen op oké. Okay. Wat is er inhoudelijk? Wat brengt jou um, inhoudelijk verder? Nou, één ding wat ik daarmee wil gaan doen is dat ik uh, zelf weer 100% de controle wil gaan nemen. Ik merk dat veel van de frustratie die, die, die bij mij uh, ontstond, en waardoor ik denk dat ik heel veel kansen om mensen uh, goede informatie bij te brengen, heb laten schieten. Uh, Puur dat ik gefrustreerd was over, over de, de, wat andere mensen wilden. En uh, daarom ga ik vanaf nu 100% controle nemen over de show. Dat betekent uh, zelf mijn eigen onderwerpen kiezen en onderwerpen kiezen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Waarvan um, ik vind dat ze belangrijk zijn en niet per se de onderwerpen die uh, het meest populair zijn of wat dan ook. Uh, tweede ding wat, wat ik wil gaan doen is. Um, Jullie er meer bij betrekken. En uh, wat ik hiermee bedoel is, ik wil veel meer gaan doen met vragen. Ik wil uh, veel meer vragen gaan beantwoorden. En als je wil, mag je, da mag je daar nu al mee beginnen in, onder, deze, onder deze podcast. Um, gooi al je vragen er neer. En ik kan je echt niet garanderen dat ik altijd iedereen vragen zal beantwoorden of zo. Zo, zo is het niet, maar ik wil er veel meer gaan doen. Ik wil wekelijks veel meer de inhoud laten leiden door. Uh, door vragen, uh, in plaats van um, door maar een handig gekozen onderwerp. Um, plus daarnaast wil ik zelf mijn eigen onderwerp kiezen. En het derde ding is, ik wil een eerlijker en completer beeld uh, gaan geven um, als het gaat om mijzelf. Um, waarom is dat dan? Van, weet je, van waarom is het voor mij belangrijk? Wat, wat voor beeld jij van mij hebt en... Om heel eerlijk te zijn, dat is nooit zo belangrijk, dat is voor mij ook nooit zo belangrijk geweest. Maar uh, wat ik denk, is dat het. Als ik een goede leraar uh, wil zijn, dan, dan zal ik meer uh, dingen van mezelf laten zien, uh, moeten laten zien. En zal ik daar ook meer uh, open in moeten zijn. En niet per definitie um, proberen om, om iets te zijn of een typetje te spelen, maar. Zo wil ik graag een complete beeld geven van hoe dingen er in de werkelijkheid aan toe gaan. Dus dat is mijn derde belangrijke voornemen. Oké, okay. en een vierde en laatste ding, wat gaat veranderen, is dat de podcast vanaf nu zo lang gaan duren als dat ze nodig zijn. Van dat we niet, uh, niet meer denken van oh ja, we moeten een beetje binnen 20 minuten, half uur houden. Weet je, een hapklaar brokje. En weet je, geschikt voor de massaconsumptie. En, geen ingewikkelde verhaal, omdat dan misschien niet iedereen het kan volgen. En je, yeah, fuck dan. Uh, ik wil nu gewoon uh, de tijd nemen die er voor nodig is om mensen dit uit te leggen. En als iets, als iets vijf minuten duurt, duurt het vijf minuten. En als iets uh, drie uur duurt, dan, dan, dan duurt het maar drie uur. Ik, de tijd die ervoor nodig is om iets uit te leggen, die ga ik gewoon daarvoor nemen. En. Um, ...daarin heb ik heel vaak uh, noodgedwongen moeten kiezen voor versimpelingen... Of, ...of dat soort dingen, of onderwerpen vermijden... ...omdat ze simpelweg niet even in twintig minuutjes of zo besproken kunnen worden. Dus, nou, dit zijn in ieder geval de vier dingen die gaan veranderen. En wat dat gaat betekenen, weet ik niet. Um, worden de podcasts er beter van? Um, misschien. Ik vind van wel, um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat andere mensen er anders over denken. Wordt het er populairder van? Ik verwacht het eigenlijk niet. Als ik, als ik iets heb geleerd in, in, in de afgelopen jaren is dat als zodra je iets maakt wat niet per se geschikt is voor de massa, dan, dan betekent dat vaak ook uh, dat het minder succesvol is. Nou, dat is dan zo. Uh, daar uh, kan ik prima mee leven. Dat is trouwens wel grappig. Als je er ook over nadenkt van... Hetgene waar ik het meest een hekel aan, 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 aan heb, denk ik, is zeg maar het feit dat bij mijn werk uh, komt kijken dat uh, je allerlei aandacht krijgt. Vreemde aandacht van uh, mensen die je vooraf gooien en alles. Maar voor mij is het daar echt nooit om te doen. Ik ben altijd een gast geweest die... Ik wil een boekje lezen, ik wil een biertje drinken, ik wil achter vrouwen aangaan, maar dat... ik, ben, ik ben gewoon een leraar en ik wil niet de superheld zijn of wat dan ook. En, uh, dus daarom, als dat betekent dat, we, dat de video's minder bekeken worden, dan kan ik daar prima mee leven. Daar heb ik echt uh, meer dan vrede mee. Um, gaat dit mensen irriteren? Ja, ongetwijfeld. De, het, ik weet zeker dat de komende podcast, um, dat er een aantal mensen zijn. Uh, die dit niet leuk gaan vinden. Of um, die zeggen. Ja, ja, maar. Um, heb je ons dan altijd voor de gek gehouden of zo? Of heb je een typetje gespeeld of, of een rol? En. en weet je, ik, ik, ik weet niet of dat zo is. En ik, ik, kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat je zo voelt. Um, maar kijk, het punt is dit: het is um, inhoudelijk. Um, nogmaals, zeg maar, wat, wat je qua advies gekregen hebt en zo, dat, dat, daar gaat het niet om. Het ging om de vorm en de manier waarop. En het gedrag en de platte opmerkingen en de, de slechte grappen en ongemakkelijke gesprekken. Weet je, daar heb ik het over. Dat, dat is niet goed. Um, dus daarin denk ik dat je nooit tekort gedaan bent. En daarnaast is het ook zo, het is iets wat we doen met de, met de beste intenties. En het is ook helemaal niks, niks te nadelen van zander of wat dan ook van, ik denk dat iedereen binnen versiercoach keihard werkt um, om zoveel mogelijk mannen goed te kunnen helpen. En daar, dat oprecht ook leuk vindt en dat oprecht wil. Maar soms met al onze, al onze goede intenties uh, en met al onze goede bedoelingen um, maken we ook fouten. En dan denk ik dat het soms tijd is om even afstand te nemen als volwassen man. Even te kijken van hé, hey, moet ik misschien hier mijn verantwoordelijkheid voor nemen? Of moet ik dingen anders doen? En, dit is een van die momenten. Nogmaals. Uh, ja. Sorry dat ik gefaald heb. Dat ik, uh, dat ik er 60 afleveringen voor nodig had. om erachter te komen dat het gewoon niet gaat werken. Dat ik geen entertainer ben. en dat uh, semi-spontane gesprekken voor de camera niet, uh, niet een goed plan waren. En dat is eigenlijk een beetje alles wat ik nu wil zeggen. Ik heb het. Uh, van de volgende week uh, zal je vanzelf zien wat er gaat gebeuren. Het zal weer een nieuwe fase worden. Ik zal vast weer dingen moeten leren. En, um, ik wil ook wat meer uh, ermee gaan experimenteren om te kijken. Van, hey, wat is leuk? Wat vind ik zelf leuk? Um, hoe helpen we mensen het beste? En daarvan ga je de komende week in ieder geval getuigen zijn. Volgende week komt er een nieuwe Tim Venegas-show. Uh, ik ga in ieder geval mijn stinkende best voor je doen om het, uh, ervoor te zorgen dat het er leuk uit gaat zien. Tot de volgende keer.